van je wat, die wat kleiner zijn en wat meer gevoelig zijn voor dingen, moet mee werken of mee spelen. Of dus dat vind ik ook wel jammer, maar ik vind nog wel nog steeds een hele leuke school. Ja? En wat is er dan zo leuk aan deze school? Dat iedereen gewoon met elkaar speelt. Kinderen uit groep 7 met kinderen uit groep 4 kunnen spelen. Er is een klein jongetje, die heet Bart, die is ook echt gewoon een genie in rekenen. Ja. Dat is echt ook wel echt niet normaal, maar het is gewoon dat het zo erg verschillend is, is het ook meteen leuk. Ja, leuk hoor. En zijn er ook dan dingen die je mist, als je het vergelijkt met een andere school? Want je hebt hiervoor denk ik ook op een andere school gezeten. Ja, kinderen uit groep 8. Vriendjes en vriendinnetjes in groep 8. Ja. Want nu moet jij straks de overstap gaan maken, dan ga je naar het voortgezet onderwijs. Ja. Weet je al waar naartoe? Het Gerrit van der Veen. Oké. En waar zit dat? Het is in Zuid, denk ik. Oké. Hey, maar dat is natuurlijk toch gek, dan ga je dan in je eentje naartoe? Ja. Dan heb je geen vriendinnetjes of vriendjes die dan ook naar die school toe gaan, of misschien via het sport of zo? Eén vriend van mij, die op mijn oudere school, die gaat ook naar het Gerrit van der Veen. Okay. En die is ook wel gewoon aardig en zo, dus dat is ook zo. Ja, dus je komt dan niet helemaal in een hele vreemde groep terecht. Dat scheelt dan. Ja. Maar hij was echt debiel, want hij zat dus in groep 7. Ja. En zijn dochter, geloof ik, was er. Zijn dochter was bij de opening en die vertelde er bij het eten. En hij zei, ik wil naar die school. Ja. En ja, zij zeiden van, je bent gek, 7, je moet alleen maar bezig zijn met het evenement of zo, heet dat ding ook alweer. En hij bleef maar zeiken en zeuren, totdat hij op een gegeven moment mee kon. En toen kwam hij op zeuren. En dan de enigste in groep 8. Ja. En iedereen ontkende dat hij dat moest doen. En dan heeft hij toch gedaan. Toch gedaan. En je hebt niet spijt gehad van die keuze? Nee. Nee? Nee. Dat is goed om te horen. Waarom niet? Waarom ben je nu, wat heb je nu een jaar later? Beter advies voor het voortgezet onderwijs. Ja? Maar hoe bedoel je het beter advies? Ja. Je hebt de juf even omgekocht, of niet? Nee. Ik had veel meer, op mijn vorige school was ik veel minder zelfstandig. Ja. Dus hier is het ook veel meer dat je ook gewoon, zoals op stilteplein, kan je ook gewoon echt urenlang hier zitten en dan gewoon je werk opkrijgen. Maar op mijn vorige school had ik heel weinig tijd om mijn werk af te krijgen. Dan moest ik het in het weekend doen of op een andere dag. En dat vond ik best wel irritant. Dus ik kwam hier ook gewoon om beter te kunnen zijn en zelfstandig werken. Ja. En heb je dat geleerd? Ja, het is echt veel beter gegaan om aan het parkeren. Hey, en hoe doe je dat nou? Want ik kan me ook voorstellen dat... heb je een vak ook wat je minder leuk vindt? Taal. Okay. Dat vind ik wel irritant. Maar ik was ook minder goed in taal, maar wel heel goed in rekenen. En als je mij nou mijn ding liet doen, dan ging ik alleen maar rekenen. Terwijl ik ook wel een beetje taal moest doen. Hoe gaat dat hier dan? Ik begon met rekentuin en taal zijn. Elke dag moest je 90 sommen maken van één rekentuin en de andere van taal zijn. En dat, als je dat niet afkreeg, moest je de volgende dag wat je niet had gemaakt, moest je erbij doen. Ja. En zo ga je soort van steeds meer leren om het elke dag af te krijgen. En ook vaak gewoon je nieuwsbegrip of ander blad. Ja. En dat heb ik ook heel veel geleerd hier. En je hebt ook verschillende programma's nog gekregen. We hebben Khan Academy, Smart Rekenen. Allemaal verschillende dingen. En die kan je ook gewoon hier doen. Dat vind ik ook heel fijn. Oké. En krijg je wel eens huiswerk mee? Nee. Dat is het enige wat ik moet krijgen. Ja? Oké. Ja. Dus als je klaar bent op school, dan ben je ook echt klaar. Dan hoef je thuis niks meer te doen. Nou, ik kreeg niet uit van school, maar wel van mijn ouders. Ik was eigenlijk voor de CITO. Ik was de CITO-trainer. En moest ik ook gewoon... heel veel oefeningen maken na het ding. Okay. En nu is het tenminste over. Ja, gelukkig maar. Nou, het is ook wel goed om een beetje te trainen, want dan denk ik dat ook je nieuwe school krijgt. Wel als je dat ook niet gewend bent, dan is dat wel heel groot. Ja. Sander Dekker komt hier een boek in ontvangst nemen. Dus we gaan zo even kijken wanneer dat gaat gebeuren. Wat was de locatie? Volgens mij gaan we hier staan. Dus kom maar even. Hier gaan we staan. Ja? Eerst hier. Ja. Hier staan. Jullie maken ook een film van in Dallas. Ja. Dat is de camera crew. Ja, doe je dat goed? Fotograaf, camera. Hier. Welkom. Natuurlijk vooral de staatssecretaris die van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt om ons school nog even
te bezoeken en met kinderen kennis te maken enzovoort. Ja, dat we hier staan is starten in het gemeentehuis hier in de kamer van Lodewijk Asscher, toen hij nog wethouder van Amsterdam was. En hij het advies gaf van volgens de Nederlandse wet mag je ook school van starten als ouders willen. En dat was eigenlijk het startpunt van een fantastische tocht die we inmiddels meemaken. Van scratch, van een groep van een aantal mensen die samen OVNT hebben opgericht en de school hebben bedacht. Maar ook, wat heel belangrijk is, voortdurend support en samenwerking met zowel het ministerie als de inspectie. We hebben ontzettend veel bezoekers uit de hele wereld en het is eigenlijk bijna niet te geloven. Amsterdam heeft een extra toeristische attractie gekregen. En allemaal zijn ze vol bewondering dat dit gewoon kan, gefinancierd door een overheid. Dat geloof me bijna niet. En ik denk dat, dat we daar trots op mogen zijn als aan Nederland. Dat we hier zijn is ook te danken aan is vooral te danken aan de grote inzet van alle betrokkenen. De mensen die het hebben bedacht, de leerkrachten. Mensen die ons ondersteunen, zoals Mickey Huibrich. En het was geweldig dat we ook de gelegenheid hadden om, om iemand te vragen die onafhankelijk meer dan een jaar lang mee heeft gelopen. En een boek heeft gemaakt wat een weerslag is van de beweging en tegelijkertijd wat we aan het doen zijn. En ik ben heel blij dat de staatssecretaris dan hier is gekomen om het in ontvangst te nemen. En ik wil Joost vragen om de officiële overhandiging te doen. Ondertussen, anders dan. Bedankt. Mag ik ook nog iets zeggen? Ja, natuurlijk. Ik had namelijk mijn kinderen op bezoek, een paar dagen geleden. Die kwamen eten en die zijn inmiddels 19 en 21. En die begonnen ineens te vertellen over hun eigen basisschooltijd. En dat over de periode 1998-2006. En die kwamen met de meest verschrikkelijke verhalen aanzetten. Hoe ze verveelden en wat voor rotgrappen ze elkaar uithaalden om hun tijd door te komen daar. En ik kan me ook herinneren dat hun enige computertijd was niet op school, maar thuis. Mijn zoon die deed vooral van die vechtspelletjes waarin zoveel mogelijk mensen moeten doodschieten. En daar maak ik me wel eens zorgen over natuurlijk. Hun eerste educatieve digitale ervaring was toen ze op de computer met 10 vingers blind hebben leren typen. Mm-hmm. Dat ging al op de manier waarop de educatieve software hier werkt. Maar goed, dat was mijn ervaring, zoals de meeste ouders, herinnering aan mijn eigen schooltijd, of veel langer geleden, en herinnering aan de basisschooltijd van mijn kinderen. En toen had Maurice mij gevraagd om een boek te maken. En toen ben ik dacht van ja, ik weet niks van het basisonderwijs. Ik ga het maar eens vragen aan die ouders en kinderen en leerkrachten. Dus ik heb vooral hier rondgelopen, maar ook in Almere en in Sneek. Ik weet niet of u al meerdere over hier scholen hebt bezocht. Die twee niet, maar wel een andere waren, maar die was meer in oprichting. Ja, ja, en wat ik zag wel meteen het verschil met wat ik me herinnerde van de basisschool van mijn eigen kinderen. Met name die stiltepleinen, dat is natuurlijk vrij spectaculair. De kinderen daar een uur lang heel stil voor zichzelf te werken. En dus ik merkte ook dat de ouders en de kinderen en leerkrachten die hier op die scholen zijn, unaniem enthousiast zijn over het concept. Maar ze zitten wel met heel veel vragen. En jullie van OCW waarschijnlijk ook. Die educatieve software, die is vrij nieuw. De ouders willen graag weten hoe goed die is in vergelijking met traditionele leermethodes. Ze willen ook graag weten wat wel en wat niet werkt aan het digitale leren. Wat je beter niet digitaal, wat je beter wel digitaal kan doen. Dat soort dingen allemaal. En wij onderzoeken de laatste tijd in Nederland vooral dingen die misgaan. Hè, nu weer met die Vira-enquête. Maar volgens mij ligt er een mooie taak voor OCW. Misschien zijn jullie daar ook al mee bezig. Om te gaan onderzoeken wat wel werkt. En daar ouders en de hele maatschappij over te informeren. Want ja, dit concept is gewoon volgens mij de moeite van nader onderzoek waard. En met deze woorden wil ik u het eerste exemplaar overhandigen. Fantastisch, dankjewel. Excellentie wil ik ook. Ja, fantastisch mooi. Je moest direct denken aan House of Cards, de tweede serie. Waarbij de president een journalist naar binnen haalt en die mag gaan schrijven over het mooie programma America Works. Maar het is natuurlijk fantastisch mooi dat in dit nieuwe concept, wat dan in de volksmond is gaan heten, dus Steve Jobs scholen of de iPad scholen,
Dat je ook eens een kritisch onafhankelijk oog naar binnen haalt en zegt van, beschrijf nou eens even hoe het gaat, de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs in zijn eerste jaar. En maak er eens een mooi boek van. Dus ik ga dat met heel veel belangstelling lezen. Ik moest vanochtend denken aan een verhaal over, ik las vroeger als kind heel graag de boeken van Roald Dahl. En een van die boeken is Mathilda. En dat begint eigenlijk met een vertelster die zelf ook juf is. En die vertelt met vaak een wat ironische ondertoon, beschrijft ze in het eerste hoofdstuk van het boek, beschrijft ze de klas. Al die individuele talenten, die zij dan zelf mormels noemt, ik heb dat zelf niet bedacht, maar beschrijft ze zo tot in detail. Ik vond dat fantastisch mooi, maar de boodschap die er vanuit ging is, ja, ieder kind is anders. En nu is dat niet nieuw in het onderwijs. Maar wat wel nieuw is in het onderwijs, is dat we tegenwoordig de middelen hebben om veel meer in te spelen op die individuele talenten van kinderen. En vroeger, toen technieken er nog niet waren, was je soms noodgedwongen aan een boek en 20, 30 kinderen op hetzelfde moment dezelfde lesstof. Maar met de fantastische middelen die ons vandaag de dag ter beschikking staan, zoals iPads en interactieve, adaptieve software en apps, kan dat op een hele andere en een hele nieuwe manier. En ik vind het daarom ook zo spannend om te zien dat er soms bestaande scholen, maar in dit geval ook nieuwe scholen zijn, die zeggen van wij gaan gewoon helemaal niet beginnen. Kijken of we het onderwijs met die technische middelen, ja, op een andere manier kunnen vormgeven. En ik vind dat een hele spannende ontwikkeling. Dus net zoals ik vroeger de boeken van Roald Dahl met veel plezier las, hoop ik nu dit boek met veel plezier te mogen lezen. Ik ben in ieder geval zeer onder de indruk van het mooie werk dat jullie hier eerder vanochtend hebben laten zien. En toch die hele vernieuwende manier van onderwijs waar leerlingen en ouders in ieder geval heel erg tevreden zijn. Dank u wel. Mag ik een vraag stellen? Van een van de dingen waar die ouders allemaal op zijn getriggerd, dat flexibiliteit ingebouwd was. Je mag je vakanties zelf plannen, je mag kinderen om 9:30 brengen, om 9:30. En dat is echt heel fijn voor de ouders. Nu zijn je experimenten, die zijn afgeschoten. Wij hadden ook 10% van de tijd willen plannen, dat bijvoorbeeld mijn kind mee mag op zakenreis en dat hij dan een project mag maken en 10% van de tijd daarin mag spenderen. Of dat de flexibiliteit, ik moet nu een schema indienen met al mijn vakanties, die flexibel zijn. Maar ik moet wel aan het begin van het jaar doen en daarna mag er niks meer veranderd worden. Hoe denk je daarover om dat experiment weer te gaan beginnen? Ook weer met die moderne middelen, want er zit er gewoon een prikklok in. Je weet zeker dat het aantal efficiënte uren doet. Waarom heb je gestopt met dat experiment en hoe gaat dat in de toekomst? Nou, ik was er zelf niet heel erg tegen. Sterker nog, ik was er voor, dus we hadden dat al best in voorbereiding. Maar voordat we dat in Nederland doen, moeten we de regels wat veranderen. En ook de Raad van State, die mag er dan wat over zeggen. Die was toch vrij kritisch over wat wij daar wilden doen. En die wezen ook op de wat matige resultaten van een eerder experiment waarbij we werkten met flexibele uren en flexibele tijd. Dus toen hebben we gezegd, we maken even pas op de plaats. We gaan nog eens even goed kijken wat de lessen zijn die we daaruit kunnen leren. Wat ging daar bij die andere scholen goed en wat ging er misschien minder goed. Alvorens we dat weer verder gaan uitbreiden. Maar ik denk dat naar de toekomst toe, dat er zeker nog kansen gaan ontstaan, ook voor de OVNT-scholen, om straks meer flexibiliteit te krijgen. Okay. Joost, mag ik nog even jouw vraag stellen? Je hebt al die enthousiaste mensen ontmoet, hè? Van wij van WC1 zijn allemaal enthousiast over WC1. Je hebt ook critici gesproken. Waren er ook nog gewoon goede critische opmerkingen die in jouw boek verwerkt zijn, dat je zegt van dit en dit is een gevaar voor deze school? Nou kijk, het probleem is natuurlijk, deze scholen zijn nu een kleine 2 jaar bezig. Dus bijvoorbeeld, er is nog niks te zeggen over de resultaten die hier worden geboekt. De opbrengsten van het onderwijs, zoals de inspectie die noemt. Dat heeft de inspectie ook zelf gezegd. Dus het is veel aan het experiment te jong om meteen al kritiek op te hebben. De critici die in het boek voorkomen zijn de mensen die een punt maken van de combinatie kinderen en digitale technologie. We hebben een Duitse psychiater, Manfred Spitzer, die een zeer populair boek heeft geschreven, Digitale Dimensie, dat is ook in het Nederlands vertaald. Er is die man die fulmineert echt tegen die combinatie, dat je moet kinderen weghouden bij iPads en smartphones. Dan heb je een Vlaamse
die noemt zichzelf neuropsychiater Theo Kompernolle, die verkondigt een vergelijkbare boodschap. En er is een Nederlandse filosoof en columnist, Hans Schnitzler, die ook in die toon heeft geschreven en gedebatteerd met Maurice onder andere, daar ben ik bij geweest. Dus ik heb dat zijn de critici die in het boek voorkomen en die ik uitgebreid aan het woord laat en waar ik iets over zeg. Maar over de inhoud van het onderwijs hier en of dat werkt of niet werkt, ja, dat moet gewoon dat moet langer duren voordat daar iets over te zeggen is. Gezien de tijd, valt even wat tips kunnen maken. Ja? Jullie twee. Kom even. Ja, met z'n drie, ja. Okay. Leuk. En hebben we dit als achtergrond eigenlijk? Hè? Als waar wil je ons hebben? Aan beide kanten? Ja. Ja. Deze. De foto op. Okay. Als je het boek ook kunt laten zien. Sander Dekker was even hier op bezoek op de ontplooiing en er is een boek gemaakt over, even kijken, mag ik even het boek laten zien? Ja. Er is een boek gemaakt over Ieder kind is anders en dat is een boek over de Steve Jobs school en hij is naar alle scholen geweest, dus Joost Ramaar is naar alle scholen geweest, een journalist. Hij heeft allerlei kritische boeken geschreven en Sander Dekker die nam het eerste boek hier zeg maar in ontvangst. Dus dat ben ik hier aan het filmen. Ik ga hem ook nog even interviewen zometeen. Dus ik ga het nu afsluiten. Je hebt de staatssecretaris gehoord en dan kunnen jullie straks gewoon nog even het extra interviewtje zien.